Stel je voor dat je graag profvoetballer wilt worden en je wordt gescout. Maar we moeten natuurlijk wel iets doen. Alleen heb je één probleem. Het contract tekenen. En dat is... Sorry, ik kan niet lezen. Of je bent piloot en je hebt vroeger op school niet zo goed opgelet bij topo. Maar vliegen we ook alweer heen? Naar New York. Dat ligt toch in China? Ik weet het niet. Of je werkt in een supermarkt, maar je kan niet rekenen. Fijn, dag verder. Wacht, moet ik niet betalen? Nee, betalen. Dan wordt het toch allemaal wat lastiger om te doen wat je graag wilt. Maar is het nu echt zo belangrijk om al die vakken te leren op school? We moeten nu echt beginnen met de les. Zo, dat lucht op. Het programma voor vandaag: spelling, taal, rekenen. Daarna 5 minuten naar buiten en daarna gelijk weer naar binnen. Want dan gaan we beginnen met aardrijkskunde. Mogen we maar 5 minuten buiten spelen? Ja, maar dat is echt veel te kort. Maar dan kan ik niet eens mijn talent ontwikkelen, meester. Nou, vertel Roy, wat is jouw talent? Nou, gamen. Daar zou ik echt mijn werk van willen maken. Gamen, dat is toch helemaal geen werk? Nee, Roy, droom lekker verder. Ja, maar dat is mijn talent. Daar ben ik goed in. Jullie willen toch later allemaal een goede baan? Ja! Dat kan. Zullen jullie moeten leren ook. Zo, we gaan beginnen met rekenen. Alweer, we rekenen wel 10 keer per dag. Ja, jullie toekomst. Het is even kijken, waar waren we gebleven? Ah, hier is het, de tafel van 3. Oh. Daar gaan we. 1 keer 3 is 7. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 8. Wie zei 3 keer 3 is 8? Ja, ik. 3 keer 3 is toch 8? Fout, nu kunnen we helemaal opnieuw beginnen. 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 8. Na schooltijd gingen een aantal leerlingen samen huiswerk maken. We hebben echt veel huiswerk. Ja. Echt. Dit krijg ik toch nooit af voor morgen? Ja, maar waarom moeten we dit allemaal leren? Ik wil laten voetballer worden. En wat heb ik nou aan geschiedenis dan? Ik wil iets met honden doen. Waarom moet ik dan leren rekenen? Ik begrijp het echt niet hoor. We hebben toch het recht om onze talenten te laten zien? Volgens mij hebben ze hier nooit gehoord over kinderrechten. Ja, dat vind ik ook. Wie bedenkt eigenlijk wat we allemaal moeten leren op school? Ik denk de koning of zo. Of de premier. Ik denk de minister van Onderwijs. Of de burgemeester, dat zou ook kunnen. Ze hadden geen idee waarom ze van die moeilijke dingen moesten leren. Maar ze maakten hun huiswerk toch maar. De volgende dag op school liep wel wat anders dan dat ze hadden gedacht. Het is al 8:30 en de bel is nog niet gegaan. Wat denk je dat er aan de hand zou zijn? Zou er iets met de juffen en de meesters aan de hand zijn? Anders gaan we zelf even binnen kijken. Ja, dat is wel heel prima. Goed, ja. Wacht even. Ja, jongens, kom eens even helpen. Wacht eens even. Er hangt daar een brief op de deur. Hé, hey, jongens, kom er even bij. Er staat een brief op de deur. Kijk. De juffen en meesters zijn ziek. De school is gesloten. Hier staat letterlijk rekenen, bladzijde 4 tot en met 16. Taal, les 5 tot en met 25. Nee. Spelling, bladzijde 7 tot en met 25. Ja, dat ga ik echt niet doen. Ja, dat ga ik echt niet doen. Wat zullen we doen? Een partijtje? Of zullen we gewoon lekker op een kool gaan schieten? Ja. Nou, goed idee. Dan maken we teams van 3 personen. Oké, spring eens maar op. Tijdens het buitenspelen leerden ze meer dan je zou denken. Ja, Marcel, kan je niet tellen of zo? Ja, we moesten toch met z'n 3, niet met z'n 4. Ja, nee, tuurlijk. Als we nou alle 3 keer scoren. Hoeveel doelpunten hebben we dan gemaakt? 9. Oh ja, 3 keer 3 is 9. Ja, precies, je snapt het. En niet alleen Marcel leerde er iets bij. Yeah! En jij gaat echt een hele goede voetballer worden. Ja, jij gaat later bij Barcelona spelen of zo. Barcelona, dat ligt toch in Italië of zo? Nee, dat ligt volgens mij in Spanje. Bij München, dat is toch in Afrika, toch?
Nee, nee, dat was Duitsland. En Real Madrid, dat was Polen. Nee, Real Madrid, dat... Een paar dagen later waren de juf en meester weer beter. Nou, we gaan weer beginnen met de tafel van... 10? 15? Of de tafel van 6? Of de tafel van 89, daar ben ik super goed in. Wat? Ja, echt waar hoor. Nee, vandaag doen we de tafel van 3. Nou, daar gaan we. 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 9. Ja, heel goed Marcel. Jij hebt vast heel goed geoefend. Nou, we gaan beginnen met Topo. Ik ben benieuwd of dat jullie allemaal goed hebben geoefend. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Nou, meester, dat is Parijs. In welk land ligt New York? Amerika. De leerlingen snappen nu dat goed opletten in een les belangrijk is. Fantastisch, jullie zijn allemaal klaar voor de toets. Maar de juf en meesters nu ook dat niet alleen maar uit boeken leren ook heel leerzaam kan zijn. Wow, dat was echt een goede film. Ja, en die film ging natuurlijk niet helemaal in één keer goed. Dus die bloopers van de film, die vind je hier. Wil je nou een andere film zien van ons filmfestival? Klik dan daar. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, check dit. Ja, dus bloopers, andere film en abonneren.